Kindermishandeling is het gebruik van geweld tegen kinderen zoals slaan. Verwaarlozing en seksueel misbruik van kinderen wordt ook gerekend tot geweld. En psychisch geweld. We denken vaak genoeg alleen aan slaan, maar ook psychisch geweld, het schreeuwen, beledigen, kleineren van kinderen, zijn allemaal vormen van geweld. Elke volwassene is strafbaar die een kind onder de 16 jaar, beneden de 16 jaar, seksueel heeft misbruikt. En vaak zegt men ja, dat meisje of die jongen wilde het uit zichzelf. Dat maakt niet uit. Onze wet zegt, je bent strafbaar, want je bent een volwassene en je hebt dat kind aangezet of verleid tot het seksueel misbruik. En dan wordt het vaak toestemming genoemd van, dat kind heeft toestemming gegeven. Ook het verspreiden van pornografisch beeldmateriaal van kinderen is strafbaar. Verder, men is zich niet bewust hiervan. Het publiek van publieke seksshows of seksshows waar kinderen aan deelnemen, die in klein verband of ander verband worden georganiseerd, is strafbaar. De persoon die dat kind aanzet tot kinderprostitutie is ook strafbaar. Het Instituut Graduate Studies Suriname, IGSR, heeft in opdracht van de Nationale Assemblée een landelijk onderzoek verricht naar geweld tegen kinderen in 2016. De bedoeling van het onderzoek was om na te gaan hoe het geweld tussen en tegen kinderen plaatsvindt. Daaruit is gebleken dat het tikken van kinderen niet gezien wordt als kindermishandeling. Ook de kinderen ervaren het niet als mishandeling. De realiteit gebiedt dat het tikken van kinderen een vorm van disciplinering van kinderen in de opvoeding is. Niet alleen in Suriname, maar in het Latijns-Amerikaans gebied en ook het Caribisch gebied. Het hangt ervan af hoe er getikt wordt. Echt een klap in het gezicht, dat kan ook, dat tast de waardigheid van een kind aan. En het is niet bij ieder kind hetzelfde. Wat er ook naar voren is gekomen, dat ouders in principe en opvoeders wel de bedoeling hebben om de kinderen te corrigeren en te disciplineren. En dat wanneer dat geweld plaatsgevonden heeft, dat het in principe niet de bedoeling is om dat geweld uit te voeren. Maar het punt is dat deze opvoeders vaak ook in een situatie van geweld zijn opgebracht. Ze hebben ook op de een of andere manier geweld ervaren. Anders is het feit dat kinderen nu in een digitale wereld worden opgebracht, dat je dan een zekere mate hebt van verwaarlozing van de kinderen, want verwaarlozing wordt ook gerekend tot geweld. De wet bescherming huiselijk geweld biedt het kind bescherming in die zin dat anderen dan huisgenoten het kind kunnen beschermen. Middels het aanvragen van een beschermingsbevel. Het is een heel simpele methode. Er wordt een formulier ingevuld waarbij er gevraagd wordt dat het kind beschermd wordt tegen degene die dat kind geweld aandoet in huis. Om het met een voorbeeld te illustreren, buurvrouw merkt op dat een kind in huis elke dag wordt geslagen en dat kind daar echt schade van ondervindt. Dat kind is teruggetrokken, dat kind durft weinig, dat kind is meer binnen of seksueel misbruikt zelfs. En dat dat door een huisgenoot gebeurt en er wordt niets aan gedaan. Wat buurvrouw kan doen, is natuurlijk de politie inschakelen. Buurvrouw kan het ook aan de school melden. Want dat kind is ook een deel van de school. En volgens deze wet, huiselijk geweld, mag de school een beschermingsbevel voor het kind aanvragen. Ook de arts, een familielid, buurvrouw zou eventueel een familielid van het kind kunnen informeren. En die kan dan een beschermingsbevel aanvragen. Of BUFAS hiervan in kennis stellen, Bureau Familierechtelijke Zaken. Die zou ook een beschermingsbevel voor het kind kunnen aanvragen bij de rechter.
Zo'n beschermingsbevel is te vinden op elk politiebureau, Bureau Familierechtelijke Zaken, de filialen van Bureau Slachtofferzorg, de units Huiselijk Geweld van het Korps Politie Suriname en Stichting Stop Geweld tegen Vrouwen. Het idee van ik wil me niet bemoeien met wat er bij mijn buren gebeurt of wat er zelfs bij familie gebeurt, terwijl je weet dat kinderen mishandeld worden, soms niet fysiek, maar mentaal, geestelijk. En dat kind, je ziet het ook aan de performance van dat kind. Dat kind is teruggetrokken, durft weinig, werkt slecht op school, noem maar op. Het is heel belangrijk als jij dat als volwassene weet, doe er wat aan. Wij hebben wettelijke beschermingsmogelijkheden voor kinderen. Er is een wet huiselijk geweld, bestrijding huiselijk geweld, die vanaf 2009 van kracht is in Suriname. Maak gebruik van die wet om dat kind te beschermen. Het gaat niet erom dat je tegen de ouders bent, want vaak genoeg denkt men dat en wordt dat ook zo geïnterpreteerd door de ouders. Maar het wordt zowel uitgelegd als dat proces start. Dat dat niet de bedoeling is om de ouders in problemen te brengen, maar om dat kind te beschermen en daarmee het gezin te beschermen. Neem de stap, bescherm een kind. Want elk kind dat getraumatiseerd is door geweld, door een of andere vorm van geweld, heeft een toekomst die ook traumatisch is en gevolgen heeft voor de samenleving. De gevolgen van kindermishandeling voor de samenleving zijn zeker groot. Dus niet alleen qua centjes, financiën, want een kind dat getraumatiseerd is door de mishandelingen en een van de vormen van mishandeling kunnen groot zijn. Zeker op latere leeftijd. Begeleiding bij de psychiater, noem maar op, ook qua gezondheid, zijn heel veel voor de staat. Verder ook in hun functioneren. Agressief gedrag, ze lossen problemen ook op middels agressief gedrag, omdat ze dat niet anders gewend zijn. Later in hun eigen gezin kunnen ze een dader worden naar hun eigen kinderen en vrouw of man. Een van de aanbevelingen is ook dat de instituten van onze samenleving versterkt moeten worden als het gaat om het beschermen van het kind. En dat wij als opvoeders bewust gemaakt moeten worden dat fysiek straffen, het psychisch straffen van het kind, het geestelijk straffen van het kind niet de oplossing is om dat kind discipline bij te brengen, om dat kind te corrigeren. Vroeger was alleen het penetreren van een kind strafbaar gesteld, maar onze zedenwetgeving is ondertussen aangepast. Nu is het betasten van een kind ook strafbaar gesteld. Geen enkele volwassene heeft het recht een kind te betasten aan hun intieme delen. Binnenkort een uitgebreide programma over kindermishandeling in Suriname op Hof TV. Tot zover deze aflevering van Belicht. Tot de volgende keer.